Goedenavond allemaal. Welkom bij de oriënterende ronde van 12 maart. Fijn dat de meerderheid van u weer aanschuift voor deze ronde. Eerst een korte mededeling dat mevrouw Luiten, wethouder Luiten, met hevige kiespijn naar huis is gegaan op weg naar de ibuprofen en haar bedje, zoals ze zelf aangaf. Dus dat u daar even op de hoogte bent. Dus mochten er vragen zijn van haar, dat wellicht het college die kan beantwoorden, maar dat eventueel ook een vraag open zou kunnen blijven staan, mocht dat het geval zijn. Dat gaan we vanzelf merken gedurende de vergadering. Dat voor wat betreft de opening en de mededelingen. Dan kom ik bij het vaststellen van de agenda. En ik kijk even naar u of deze uw goedkeuring kan wegdragen. Dat is het geval, dank u wel. Daarmee zijn we al aangekomen bij agenda punt 3, het spreekrecht. En de spreker staat al klaar achter de spreekstoel, ze zijn helemaal voorbereid en wil graag de sprint maken, want had eigenlijk 20 minuten nodig, maar hij heeft toch beloofd om in 5 minuten zijn verhaal te houden. De heer Zwankhuizen namens Sportservice Hardenberg, welkom. Sportservice, u mag het zo meteen zelf corrigeren, want ik heb dan waarschijnlijk iets verkeerde informatie gekregen, maar u gaat mij daarin corrigeren, dat geloof ik graag. U kunt de microfoon zelf aanzetten en uw 5 minuten gaan lopen. Daar zit een knopje. Goed. Geachte dames en heren, raadsleden, welkom. Mooi dat ik u even mag toespreken. Zoals de voorzitter zegt, ik heb 5 minuten, dus ik ga er razendsnel doorheen. Het verhaal ga ik vanuit dat enigszins bekend is wie we zijn, maar vandaar de punten die ik hier genoemd heb. Ik heb 4 vragen en 4 opmerkingen. De eerste waar ik mee begin is even vertellen wie we zijn. Daarom als tweede punt waarom ik hier ben. En dan geldt dat voor het spreekrecht natuurlijk. Ik heb een voorbeeld voor u en wat vraag ik nu. Nou, ik zie dat de layout die een beetje weggevallen is, maar er staat dus wie zijn wij. Nou, ik ben bestuurder samen met Jan Boezekol van de Sportservice Groep. En zoals u links in het beeld ziet, was dat voorheen Sportservice Hardenberg. Maar we zijn ondertussen gegroeid zodanig in de regio vanaf, u ziet het plaatje, Dalfsen tot Coevorden, dat we op dit moment op 50 basisscholen lesgeven. En we hebben 30 mensen in dienst. Dus vandaar dat we toch de naam gewijzigd hebben van Sportservice Hardenberg. Hardenberg een heel hard nadragen naar Sportservice Groep. We zijn dus een onafhankelijke stichting, een initiatief vanuit bewoners. Ik ben slecht te verstaan, zo beter? Ja. Onze visie, ik heb hem u al eens eerder laten zien, vanwege de 5 minuten ga ik hem niet helemaal uitgebreid doen, maar ik heb de presentatie ook aan de griffier gegeven, dus ik zou de griffier willen vragen om u nog even na te sturen, kunt u deze rustig doorlezen, maar het gele gedeelte wilde ik u toch even niet onthouden. Een actieve sport, actieve leefstijl willen we het welzijn, gezondheid en vitaliteit van de mens vergroten, zodat ze langer en beter participeert in de maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd, en dat merken wij ook in de praktijk, bewegen is een pijler om vitaal te zijn. Waarom de spreekrecht? Wij hebben gemerkt als Sportservice dat wij naast het lesgeven op onderwijs, initiëren wij nog heel veel andere initiatieven. En daar werkt ontzettend stroperig af en toe. En dat gaat echt ten koste van de kracht die er in de samenleving zit. We doen het als Hardenberg, als gemeente, uitstekend volgens mij in de publiciteit. Meer burgers, minder overheid, maatschappelijk ondernemen, gewoon gezond. Maar de realiteit is op dit moment dat het gewoon tegenovergestelde vanuit de samenleving heel erg stroperig is. Er wordt zelfs op dit moment een subsidie verstrekt om de publieke en de private samenwerking te verbeteren. En dan denk ik van, ja, als je daar subsidie voor gaat verstrekken, is er blijkbaar toch wat aan de hand. Het faciliteren van onze overheid, ondanks dat er hele goede bedoelingen zijn, stopt bij het uitwisselen van ideeën en initiëren en dan zoek het even verder uit. Ik heb daar een aantal voorbeelden uit mijn eigen bedrijfsvoering van de Sportservice Groep. Het heeft heel veel energie gekost om de ACC-bewoners deel te laten nemen aan de sportinstuif. Elke week wordt er op dit moment 2 uur in de meet een sportinstuif gehouden. Maar om dat voor elkaar te krijgen en ook gefinancierd te krijgen is een ontzettend werk geweest.
uiteindelijk draagt gelukkig de gemeente bij en de COA nu en een stichting. Maar dat heeft zoveel moeite gekost. Een ander voorbeeld is het zwemmen voor vrouwen van statushouders. De wens was toch van de vrouwen van statushouders om beter te participeren en integreren in de maatschappij. En dan door middel van zwemmen dit te kunnen gaan realiseren. Nou, het is op dit moment nog niet gerealiseerd gelukt. Want er is op dit moment zijn er allerlei hindernissen die nog genomen moeten worden. We hebben een project Bewegen met Artrose samen met de Saxenburggroep opgezet. Dat dreigt nu na 2 jaar, terwijl het succesvol is, 60 mensen nemen daaraan deel. Mensen die last van artrose hebben en daardoor door middel van bewegen niet verder in de zorg geholpen hoeven te worden, kunnen op dit moment niet verder omdat daar geen financiering meer voor is. Wij zijn bezig met de organisatie van het Feel Good Festival, misschien iets van gehoord. Dat loopt op dit moment ook vast omdat er op dit moment geen mogelijkheden zijn hoe we dit financieel om elkaar gaan zetten. En we hebben dit in overleg met de maatschappelijke subsidies proberen te doen, met de evenementensubsidies. We krijgen daar niet de handen voor op elkaar. We hebben zelf een project gedaan, meer veerkracht langer thuis. We hebben gelukkig een provinciale subsidie daarvoor aangevraagd en gekregen, een landelijke subsidie. Maar de gemeentelijke faciliteren hierin is ontzettend lastig. Daarnaast, de huisartsen is daarin ook lastiger geweest. We zijn op dit moment maken gebruik van het Welzijnsplein in het LOC Plus. En daar zitten heel veel partijen in waar heel veel energie in zit. Alleen je merkt gewoon dat het lastig is om daar een goede samenwerking en een win-win van te maken. Daarnaast hebben we de samenwerkingspartners in beeld, Vital Vechtal en Ondernemershuis Vechtal. Nou, wat wil ik eigenlijk en wat vraag ik van u? U staat voor meer burgers, minder overheid. En u wilt maatschappelijke en vitale initiatieven toch ondersteunen. Nou, welke rol pakt dan de Hardenbergse overheid, en dat versta ik onder de publieke sector, om samen met de bewoners in de private sector op te trekken in de uitvoering en niet alleen in de communicatie en initiatie. En dan is daar de volgende vraag van wie neemt daarin de regie in deze missie en wie verbindt daar, wie is er verantwoordelijk? Nou, u kunt het lezen. Ik denk dat we als we met elkaar daar een helder en duidelijk antwoord op kunnen vinden, dat we heel veel kracht door onze samenleving kunnen binden en samen echt op een win-win gaan komen. Ik heb een voorbeeld staan, maar goed, dat zou een van de mogelijke punten kunnen zijn. We willen graag een verschuiving van zorg van de tweede lijns naar de eerste lijns. Nou, er valt volgens mij heel veel te doen op de nullijn, waarbij bewoners zelf al heel veel kunnen en willen. Maar dat moeten we met elkaar wel willen faciliteren. Dat was mijn verhaal. Zijn er nog vragen? Heb ik het? Keurig, dank u wel. Het is weliswaar een minuutje over tijd, maar die ruimte is u van harte gegund. Dank voor uw verhaal. Inderdaad, ik kijk even rond of er nog vragen zijn. Ik zie de heer Rodemond. Oeh, dat is echt wel... Ja, helpt u eens even. Dank u wel. De heer Jager, dank u. Het is toch nog even lastig met de steunfractieleden om dat allemaal te herkennen. En dan ook nog de monitor in beeld. Dus excuus daarvoor. Geen probleem. Verder niemand. Dan ga ik bij u beginnen, heer Jager. Goed, ik heb eigenlijk maar één vraag. Ja? Gaat u gaan. Goed, ik heb eigenlijk maar één vraag voor u. En dat is... Of u deze vraag ook bij het college heeft neergelegd en wat die daarop geantwoord hebben? Nee, ik ben eerst begonnen. We hebben wel informeel overleg met de diverse wethouders gehad. Maar ik wilde u eerst als raad in ieder geval aangeven waar we mee zitten. En u ook vragen in hoeverre u in de politiek wat uw standpunt hierin is. Want uiteindelijk denk ik toch dat de politiek met de raadsleden daarin een advies kan geven naar het college van BMW. Goed. Bedankt voor de verduidelijking. Ja? Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. In dit huis is vaker gesproken over preventiemaatregelen als het gaat over gezondheid en daarmee ook gezond bewegen. Dus in die zin heeft deze gemeente in ieder geval oog voor de problematiek die u mede schetst. Mij is echter niet helemaal helder, ook al heeft u het opgeschreven in uw presentatie, wat u nu precies vraagt. Want als ik het zo lees, dan vraagt u eigenlijk alleen maar om een regierol om verschillende partijen te binden, zodat er het een en ander tot stand kan komen. Ja, dat onderschrijf ik van harte, maar ik hoor u ook zeggen dat er ook op bepaalde projecten gewoon geld mist. Dat u misschien ook een stuk financiering misschien aan het zoeken bent. Mm-hmm. Kunt u misschien iets meer duiden wat u precies vraagt aan ons? Ik vraag op dit moment in ieder geval de raad dat ze zich ervan bewust zijn dat er heel veel kracht in de samenleving zit. Maar dat die mensen ook gefaciliteerd moeten worden door overheden en verzekeraars om te zorgen dat hun initiatieven mogelijk gemaakt worden. Dat daar geld voor komt kijken is vaak inderdaad wel een punt. Maar aan de andere kant zijn er heel veel mogelijkheden ook wel om met elkaar dat in ieder geval tot een succes te maken.
En dat vergt een stuk samenwerking. En ik krijg op dit moment het gevoel dat heel veel partijen heel graag willen, maar dat er geen samenwerking is. Als ik het voorbeeld mag noemen van Vitaal Vechtal en onze gemeente, daarin heb ik al een paar maanden gevraagd van wie heeft daarin nu de regie. En dan hebben we het toch puur over de gezondheid in de regio. En dan wordt er toch naar elkaar gekeken. Dus ik denk daarin van, als je daar elkaar kunt vinden, dan kun je volgens mij heel veel in die gezondheid in de regio doen. En dan kunnen wij als sportservice in een uitvoerende rol prima faciliteren. Voorzitter, als ik daar even op mag reageren. Ik onderschrijf heel erg uw eigenlijke oproep dus dat vooral een gemeente een regierol zou moeten spelen als het gaat over de zorg voor het welzijn en de gezondheid van haar inwoners. Dus dat sowieso. Of daar geld bij moet komen kijken vanuit deze gemeente of op andere manieren, daar wil ik voor nu even voor afwezen. Ik wil u wel wijzen op dat wij in juni bijvoorbeeld gaan praten over een kaderstelling voor de komende begroting. Dat misschien wat openingen ook in uw verhaal biedt. Want dat is niet alleen geld natuurlijk, maar dat is ook een beleidslijn die we dan nastreven. Ja. Dus misschien is het aardig om van tevoren dan met elkaar een gedachtenlijn te hebben vastgesteld. Wat willen wij, wat wil u en wat willen bijvoorbeeld ook de inwoners in deze gemeente? Misschien nou, kunt u nog eens een keer wat meer uitwerking geven. Nee, ik zou uw uitnodiging graag aannemen dat we in juni in ieder geval vooraf met elkaar de plannen bespreken die er mogelijk zijn. Dank u wel. Mevrouw Ordemont, ja. Dan ga ik even kijken naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Want ik heb twee vraagstellers daar volgens mij. De heer Wiet dan eerst. Dankjewel, voorzitter. Een van mijn vragen is al beantwoord. Ik heb een vervolgvraag. U noemde in uw presentatie heel veel samenwerkingspartners, ook in het boekje. Hebben die al toezeggingen gedaan om met u samen te werken? Of heeft u, is dat gewoon ter informatie voor ons dat u dat van plan bent? Nee. Dat zijn concrete voorbeelden. Als ik hier kijk naar de sport in Stuif, dan werken we daar samen met het AZC en met de gemeente. Als ik kijk naar het project voor de werkgroep of voor het zwemmen voor vrouwen van statushouders, dan is dat samen met de werkgroep voor AZC-bewoners en vluchtelingen. De project van Bewegen met de Trozen doen we samen met de Saxenburggroep. Dat is een concrete samenwerking die al loopt. Het Feel Good Festival doen we samen met de paarders die er staan en een aantal bewoners die daar het initiatief hebben genomen. Ja. Betsy is daar de naam. Dus alle partijen die hier staan, daar hebben we samenwerking mee. Maar we merken gewoon dat de bestaande partijen moeite hebben om initiatieven vanuit de bewoners te faciliteren. En daar zoek ik naar hoe we dat met elkaar zouden kunnen verbeteren. Ja. Mijn focus was meer op Vechtdal Vitaal bijvoorbeeld, wat u noemde. Is dat ook concreet? Ja, wilt u uw microfoon uitzetten naar de vraagstelling? Meneer Wiet? Oh ja, sorry. Vitaal Vechtdal, zeker. Daar zitten wij bijvoorbeeld in het Feel Good Festival werken wij op dit moment samen met Vitaal Vechtdal. En we hebben het BART-project ook in samenwerking met Vitaal Vechtdal op dit moment lopen. Ja. Voldoende zo? Nee, bijna. Even kijken. En dan de stichting wat u heeft. Zijn dat vrijwilligers of zijn dat betaalde krachten? Dat is een onafhankelijke stichting. Ik ben samen, zoals ik al zei, met een jaar bestuurder en we worden gehonoreerd daarvoor. We hebben ook allemaal professionele krachten, want we merken gewoon als je mensen in beweging moet krijgen, dan zou dat heel mooi zijn als je dat met alleen vrijwilligers kunt doen. Alleen de continuïteit daarvan is toch op dat moment niet zeker gesteld. Vandaar ook dat we 30 mensen bij onze dienst hebben. Dat zijn met name HBO's ALO, dus gymnastiekdocenten. En die kunnen ook prima training geven. En die geven op dit moment ook aan al die verschillende doelgroepen assistentie. Om daar op een professionele en universele manier samen met vrijwilligers ondersteuning aan te geven. Prima, dank u wel voor de beantwoording. Dan ga ik naar mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Mooi verhaal. Er is bij mij wel wat verwarring ontstaan over wat u vraagt. Welke rol de gemeente daarin zou moeten hebben. De faciliterende rol is mij wel duidelijk. Hè. Daarin onder andere ook een stukje financiën wellicht. Maar heb ik het goed begrepen dat u ook om regie vraagt? Nee, ik zag net in de presentatie de regie bij de gemeente. En dat is, u vroeg ook naar de standpunten van de raad en in dit geval van onze fractie. Dan zijn dat de regie ook bij bewoners zou moeten liggen. Of bij de groepen die dan ook gebruik maken van de faciliteiten. Daarin als vanuit een stukje bewonersinitiatieven, gezondheid, ambities,
Maar hoor ik u nu zeggen van de gemeente zou hierin een regie moeten nemen of niet? Dat is daar mijn vraag. Ja, ik heb hier staan van als vraagstelling wie neemt de regie? Maar het lijkt mij logisch inderdaad dat een overheid daarin de regiefunctie sowieso heeft. Want die kent alle partijen sowieso, maar die zou met name de uitvoering dan op dat moment bij de initiatiefnemers kunnen laten. Goed, dank u wel voor de beantwoording. Ik ga naar mevrouw Joldersma. Ja, ik wilde even een vraag stellen in de verlengde van wat de heer Rodemond u al vroeg. Want ik probeer het scherp te krijgen, maar krijgen we niet scherp waar nou het knelpunt zit of de angel. Dus misschien kunt u gewoon proberen niet in raadselen te praten, maar het gewoon recht voor zijn raap te zetten. Ja. Zitten partijen nou met elkaar aan tafel en niemand weet wat er moet gebeuren? Is er niemand die voorzitter van die bijeenkomst? Waar zit het hem nou in? Nou, als voorbeeld. Ik ben voorzitter van het Feel Good Festival. Daarin zijn we nu een jaar bezig en we hebben met allerlei hand- en spandiensten nu voor elkaar om een kick-off te doen. Nu staan we op het punt om definitief de stappen te maken om allerlei activiteiten te doen en daar zijn financiële middelen voor nodig. Dus we wilden dit in eerste instantie onafhankelijk doen, dus we hebben met de gemeente of met de provincie gesproken. Daar hebben we geen subsidie van kunnen krijgen. We hebben met de gemeente gesproken. In eerste instantie zei de gemeente van ga niet naar de evenementensubsidie, maar probeer met Vital Vechtdal dat samen op te pakken. Want die heeft daar mogelijkerwijs financiële middelen voor. Vital Vechtdal zegt, we hebben ook niet meer middelen dan een paar kopjes koffie die we kunnen aanbieden. Dus ik ben weer teruggegaan naar de gemeente. En die zegt, van kijk dan naar de maatschappelijke subsidies. Nou, de maatschappelijke subsidie zegt dan ook, van ja, we hebben maar een klein potje. Dus zo heb ik nu al het kastje-muur-effect. Ik ben niet verder. En die mensen die dat geïnitieerd hebben, zeggen op dit moment ook van, ja, maar hoe gaan we nu verder dan? Dus we zijn op dit moment bezig om te kijken naar bedrijven dat die het zouden sponsoren. Maar ik denk van, als de bedrijven dat gaan doen, is op zich prima. Maar volgens mij zijn we hier als gemeente met elkaar verantwoordelijkheid voor de gezondheid in de regio. En daar moet dan ook de overheid een partij in zijn. Is dat een voorbeeld? Die misschien... Ja, dat is een mooi voorbeeld. Maar dat zie ik als een voorbeeld waar u iets van de grond wil krijgen. Mm-hmm. Terwijl de andere voorbeelden, als het ging over de AZC, kreeg de indruk dat is ook... De samenwerkingspartners zitten bij elkaar, maar er is vervolgens niemand die zegt, en hoe komen we nou een stap verder? Nou, of zijn al deze situaties vergelijkbaar, dat het steeds is dat u het initiatief neemt en het komt niet verder? Nou, dat zou inderdaad geen goede bedrijfsvoering zijn natuurlijk. Nee, het ACC Sportenstuif loopt. Daar hebben we samen met een sportvereniging opgepakt. En die sportvereniging zegt van, wij willen dat faciliteren als vereniging. Maar daarnaast moeten er ook professionele trainers komen. Uiteindelijk heb ik daar in overleg met het ACC-bestuur en met de gemeente een toezegging gekregen voor de financiering daarvan tot eind 2019. En dat loopt dus nu op dit moment. Maar dat was wel omdat wij de wegen kennen. En ik langzamerhand daarin wat meer ervaring begin te krijgen. Maar ik hou me hard vast voor mensen die ook een initiatief hebben en geen idee hebben waar ze moeten beginnen. Ja, voldoende zo, mevrouw Mulderdsma. Stekend. Dan zie ik dat er geen vragen meer zijn. Dan wil ik u bedanken voor het inspreken. U heeft van tevoren aangegeven, nou, het zal over 20 minuten gaan duren. Dat heeft u redelijk goed ingeschat, inclusief de vragen. Dus uitstekend gedaan. Dank daarvoor. Goed mensen, zijn we nu aangekomen bij agenda punt 4, programma Wonen 2025, waar voorstel ligt voor een nieuwe woonvisie. En ik ga er eigenlijk even van uit dat een ieder daar wel het woord op wil voeren. Mocht dat niet het geval zijn, dan zie ik dat nu graag. Nee, een ieder wil daar het woord op voeren. Dan ga ik even rechtsom. Dan begin ik bij de heer Oding. Dank u wel, voorzitter. Het NOS kopte afgelopen week dat het kabinet de ontwikkelingen van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen wil bevorderen. Stimuleringsregeling wil gaan gebruiken om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen vlot te trekken. En ook de ChristenUnie gaf deze week aan, alles uit de kast voor jongeren, betaalbaar wonen voor iedereen en huizen zijn geen winstfabriek. Kortom, ook onze fractie vindt wonen een belangrijk onderwerp. Voorzitter, als we dan kijken naar het programma Wonen 2025, dan valt een verfrissende aanpak en een vertaling van dit programma wel op. Van een meestal taai visiedocument die avonden en zaterdagen, om de zondagen toch als rustdag te houden, in beslag kunnen nemen, naar nu een kernachtig en overzichtelijk programma wonen. Dus alle lof daarvoor in eerste instantie. Maar toch zijn er wel een aantal vragen te stellen en ook een aantal risico's te benoemen. En er zijn er ook een aantal van benoemd. De groei van het aantal huishoudens, de mate waarin starters de woningmarkt kunnen betreden en huishoudens kunnen aantrekken, wordt als een risico gekenmerkt. De grondexploitaties,
de gewenste doorstroming van huishoudens en de snelheid van verduurzaming van de woningvoorraad. Voorzitter, we zijn benieuwd hoe het college op deze zeg maar, risico's gaat inspelen. Wat gaat het concreet daaraan doen? En ook, hoe gaat het college om met factoren als samenwerking met partners, de bereidheid van zorgpartijen en corporaties kunnen van invloed zijn op het tempo van de realisatie en deze wel of niet gunstig beïnvloeden? Hoe gaat het college daarmee om? Een andere vraag, dat is, daar zit hem in de hoek van de doorstromers in beweging krijgen. Wat opvalt is dat op een gegeven moment gesteld wordt dat de huishoudens in Hardenberg en Deerensvaart verleid moeten worden met aantrekkelijk nieuw woningaanbod. En dat in de huursector bieden we de coöperaties een korting op de huurprijs als oudere huishoudens verhuizen naar een kleinere, levensloopgeschikte woning. Waardoor dus weer een eengezinswoning beschikbaar komt voor het gezin. Wat zijn de redenen voor het college om op dergelijke wijze in te grijpen? Om kortingen te geven, zeg maar, op huishoudens naar een kleinere levensloopgeschikte woningen. Helemaal in het licht gezien dat er verder ook een opmerking staat dat veel ontwikkelaars interesse hebben om deze groep doorstromers, om voor de groep doorstromers te gaan bouwen. En dat is mooi, maar faciliteren wij als gemeente dit soort commerciële partijen? Dus daarover graag wat meer duidelijkheid. Er wordt ook gesproken over beschermd wonen en maatschappelijke begeleiding. Hier wordt een problematiek gesignaleerd van toename na 2021 met betrekking tot huisvesting van zorgvragers. Dat vraagt om een nadere visie en ook een samenhang van het programma Sociaal Domein. Dit moet naar ons idee wel opgepakt worden. En wat is hiervan de status? Daar staan we momenteel. Voorzitter, als ChristenUnie-fractie vinden we het belangrijk dat het duurzaam gebouwd wordt en dat we ook zeg maar inzetten op duurzaamheidsmaatregelen. Maar we vinden het ook belangrijk om jonge starters te faciliteren woningen te kopen. Omdat zeg maar, wij ook graag jonge starters hier in deze gemeente willen houden. En wat weegt dan zwaarder? En hoe zouden wij hierin kunnen faciliteren om zeg maar, aan de ene kant in te zetten op duurzaam bouwen en duurzaamheidsmaatregelen. Maar aan de andere kant ook om zeg maar, wel die jonge starters te faciliteren. En daar zouden we ook nog graag een reactie van het college willen hebben, van de wethouder. Dat in eerste termijn. Dank u wel, heer Oording. Ik kijk naar de fractie van het CDA. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Ruschen, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk drie vragen namens mijn fractie voor het college. In het programma Wonen staat dat voor de doelgroep sociale huur de actieve zoektijd per kern moet worden gemonitord. En indien nodig dat de prestatieafspraken worden gemaakt over het terugdringen van die zoektijd. Deze zoektijd zal per kern verschillen en onze fractie vraagt zich af of er een norm of richtlijn is voor het college die die zoektijd hanteert. Onze tweede vraag gaat over het programma. Er wordt gesproken over experimenteren met levensloopbestendig bouwen 2.0. Het CDA vindt deze ontwikkeling belangrijk, maar hoe wordt hier concreet invulling aangegeven? En kan de wethouder de raad informeren over de status van de experimenten? En tot slot, voorzitter, in het kader van de ladder duurzame verstedelijking zijn afspraken gemaakt met de provincie. In de nieuwe ladder is het woord regionale niet meer aanwezig, maar gaat men uit van behoeften. Onze vraag is, hoe gaat het college er zorg voor dragen dat de plancapaciteit voldoende blijft, zodat wij in onze gemeente optimaal gehoor kunnen geven aan de behoeften van woningbouw? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Ruske. Dan ga ik naar mevrouw Mensink. Ja, dankjewel, voorzitter. Ook allereerst vanuit ons een compliment voor de samenstelling van het document. Het leest heel prettig en met de graphics erbij was het prettig om daar kennis van te nemen. Ik heb ook drie vragen. CDA maakt zich een beetje zorgen over de bijzondere doelgroepen die beschreven worden op pagina 10. Ik heb daarover twee vragen. Zij die behoefte hebben aan sociale huurwoningen worden in het programma Wonen gekoppeld aan mogelijk de kansen van leegstaand maatschappelijk vastgoed. In de praktijk kunnen dit ellenlange processen zijn. Is bij benadering te zeggen hoe groot deze doelgroep is en hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat zij binnen afzienbare tijd passende woning kunnen krijgen? Andere vraag, CDA heeft contact gehad met even als voorbeeld nieuwe vormen van huizen, tiny houses. We hebben contact gehad met een woonconsulent van de wooncorporatie die verantwoordelijk is voor de onlangs gebouwde tiny houses in Deerensvaart. Voor urgente woningzoekenden.
Van de 12 zijn er momenteel slechts 3 bewoond en ze staan er al een poosje. De consulent geeft aan dat de screening wat moeizaam verloopt, omdat ondanks goede samenwerking met Samen Doen Team, en ik geloof net werd er ook al aan gerefereerd de rol van het sociaal domein daarbij, er moet bijvoorbeeld een plan van aanpak liggen, maar zij vraagt zich ook af, ja, wiens rol is dat? Is dat de nieuwe rol van de woningcorporatie of kan de gemeente daar ook iets in betekenen? En onze vraag is, hoe kan de gemeente zorgen dat processen optimaal verlopen om aan de behoeften van bijzondere doelgroepen te voldoen met een passende woning? Punt 3 werd net ook al heel even kort aan gerefereerd. Is het college voornemens om stimuleringsregelingen in te zetten om de plannen uit het programma Wonen te versnellen, bijvoorbeeld een starterslening? En kan de gemeente daarnaast ook bewerkstelligen dat de provincie een duurzaamheidslening verstrekt? Dat was voor nu. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Jager. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag beginnen met lof uit te spreken voor de manier waarop verduurzaming een rol krijgt in het programma Wonen. Ook de achtergrond en context waarbinnen het programma Wonen staat komt goed naar voren in de bijgevoegde stukken. Zo wordt bijvoorbeeld een duidelijke link gemaakt met de omgevingsvisie. Toch hebben wij wel een paar vragen over het programma Wonen, dat zich met name toespitst op de doorgroeimogelijkheden in de woningmarkt en het uitbreiden van sociale huurwoningen in stad Hardenberg en Dedemsvaart. Vraag 1. Het is goed om te zien dat nieuwe woonvormen een kans krijgen in Hardenberg. Op welke termijn kunnen we projecten met deze nieuwe woonvormen verwachten? En is dit ook waar de doelgroep met de grootste huisvestingsvraag op zit te wachten? Vraag 2. In het programma Wonen wordt ingezet op levensbestendige woningen voor ouderen. Het is mooi om te zien dat er beleid is rond het lange zelfstandig wonen van ouderen met de zorgvraag in Hardenberg. Toch willen wij graag weten of het voor een gezonde woningmarkt nuttig is om deze mensen langere tijd in gezinswoningen te laten wonen. Hoeveel van de voor ouderen bestemde woningen en appartementen staan op dit moment leeg in Hardenberg? Sorry, in Hardenberg en Nedemsvaart. Kunnen deze lege woningen wellicht worden heringericht voor jongeren? En dan komen we bij mijn derde vraag. Stad Hardenberg en Dedemsvaart staan voor een grote sociale woningbouwopgave. De gemeente en haar partners, zoals de woningcoöperatie, streven hierbij naar inbreiding in plaats van uitbreiding van bebouwd gebied. En wij zijn erg blij met deze houding. De gemeente en haar partners zijn van plan de sociale woningbouwopgave deels te behalen door het opsplitsen van huidige gezinswoningen naar bijvoorbeeld appartementen. Gegeven dat veel alleenstaande starters, denk bijvoorbeeld aan hbo'ers met een studieschuld, op zoek zijn naar betaalbare gezinswoningen in de sociale huursector, lijkt onze fractie dit geen goed idee. GroenLinks wil daarom weten hoe het college ervoor gaat zorgen dat er ook voor de mensen die een stap willen zetten naar een betaalbare gezinswoning voldoende kansen blijven om die stap te kunnen zetten. Zorgt dit niet voor een krapte in die specifieke woningvraag? Ten slotte wil ik graag het college meegeven niet bang te zijn te investeren in de toekomst. Een gezonde woningmarkt is een woningmarkt met voldoende geschikte woningen voor alle doelgroepen in onze gemeente. Dank u wel. Dank u wel, heer Jager. Ik wil u er wel op attenderen dat een deel van uw vraag ook technisch van aard is. Dus ik laat het even aan de portefeuille houden of hij daar wel of geen reactie op gaat geven. Heel goed. Dan ga ik naar de fractie van de VVD. De heer Gelling zie ik aanstaat te maken. Voorzitter, dank u wel. Namens de VVD-fractie in eerste instantie wat meer algemene vragen. We hebben het stuk ook met veel interesse doorgelezen. Een leuk leesbaar stuk. Voorzien van leuke plaatjes. De inleiding suggereert dat er een totaal ander beleid gaat plaatsvinden. De vorige woonvisie stamde namelijk uit de crisis. En gezien de huidige marktontwikkelingen, die al een paar jaar aan de gang zijn, moest het nodig geüpdate worden. En dan heb ik het aandachtig doorgelezen, maar ik zou van de wethouder toch graag eens willen zien waar nou precies die grote afwijkingen in zitten. Want als we dit programma doorlezen, nogmaals hoe leesbaar ook, dan lees ik wel veel dezelfde dingen eigenlijk als in de vorige woonvisie stonden. Dat is meer te interesse, dus wellicht even in wat vogelvlucht een paar dingetjes waar nou echt substantieel en structureel een andere visie en beleid geldt dan in de voorgaande periode. Als één, vervolgens is die visie gestaafd door verschillende gesprekken die gevoerd zijn met partners, woningbouwcorporaties, de gemeenteraad in 2 instanties, inwoners door middel van Bouw je eigen buurt. En wat de VVD-fractie mist zijn de onderliggende cijfers, want u verwijst voortdurend naar grote demografische verschuivingen die gaan plaatsvinden, die uiteindelijk rechtvaardigen dat er 1680 geloof ik huizen bijgebouwd moeten worden. Nou, als dat moet dat, maar de VVD vindt dat wel heel erg veel. Het is bijna 9% van het totale huizenaanbod wat onze gemeente nu kent. En wij zouden wel graag de cijfers willen zien waarop de demografen zich hebben gebaseerd. En vervolgens, voorzitter, is bij een substantieel deel van de uitvoering van de plannen de medewerking, zo niet de hulp van woningbouwcorporaties noodzakelijk.
Er staan veel afspraken die gemaakt gaan worden. Nu is in het verleden wel eens gebleken dat dat niet altijd even goed ging met de woningbouwcorporaties. Dus omdat ze zo'n structureel onderdeel uitmaken van de plannen die voorliggen, is de vraag van de VVD wel, is dat al gecheckt bij de woningbouwcorporatie wellicht voor de toekomst? Gaan ze dat doen? Gaat er uitvoering worden gegeven en zijn ze daartoe bereid? Dan nog een paar korte vraagjes. Ja, het blijft nog altijd wat frapperen dat de derden ingevlogen worden voor het maken van dit soort onderdelen. Nu weer bureau Companen. Is er nou niemand in huis hier die dat zelf kan doen? En zou je dan de volgende keer als een bureau een opzet maakt en willen vragen om in ieder geval foto's van de Hardenbergse databank te gebruiken? Want het, de eerste pagina doet voorkomen alsof het al eens een keer eerder gebruikt is. Vervolgens, voorzitter, zouden we gaan willen zien wat de positie van statushouders nu precies is hier. Want er wordt een paar keer wellicht zo zijdelings naar verwezen. Maar het wordt nog niet echt heel duidelijk wat uw positie daarin nou is. Is er nog enige druk op de woningmarkt? En wat je veel ziet in de landen, hoe zit het met de voorrangspositie voor statushouders? Is de gemeente nog steeds van mening dat die moet gelden? Geldt die hier? En wat is uw visie daarop? En vervolgens een hele praktische. U schrijft op een gegeven moment dat er woonmilieus zijn die nu niet of nauwelijks in onze gemeente aanwezig zijn, maar waaraan ruimte zou worden geboden omdat ze een verrijking kunnen zijn van ons woningaanbod. Dat had u ons toch wel in een grote interesse gevonden, voorzitter. Wat zijn het nou voor woonmilieus die zo belangrijk zijn dat ze ook in de buitengebieden gevestigd mogen raken? En vervolgens een laatste vraag. Wat is uw ambitie ter zake het bouwen van de woningen, die 1600 die u voor heeft? Gaat u daar nog enige architectuur op zetten of worden dat weer eindeloze rijtjes zoals we die nu ook gelden, of gaat u daar echt werk van maken om er eens een mooi leefbaar voorstel van te maken? Voorstel voor de eerste termijn waren dat de vragen van de VVD-fractie. Dank u wel, heer Gelling. U gaat even dezelfde opmerking als voor uw collega Jager. Een deel van uw vragen is technisch, dus ik laat het even aan het college of daar de beantwoording op volgt. Ik ga naar de fractie van D66. Voorzitter, dank u wel. Ik probeer het in ieder geval heel erg niet technisch te houden in deze bijdrage. Als we dit voorstel bekijken, dan valt in ieder geval op dat het goed leesbaar is, goed begrijpbaar is ook voor de niet ingevoerde wat betreft de techniek rondom het onderwerp wonen. Wat tegelijkertijd ook opvalt is dat de doelgroepen die we benoemen op dit moment redelijk traditioneel overkomen. En als we dan tegelijkertijd kijken naar de ontwikkeling die op dit moment gaande is in de samenleving, valt in ieder geval op dat er steeds meer, als het ware, versplintering komt in de manier waarop wij als inwoners van Hardenberg willen wonen, hoe lang we ergens willen wonen, waarom we ergens willen wonen. En eigenlijk die ontwikkeling in de samenleving zie ik niet voldoende terug, voor mij althans, in het stuk wat nu voor ligt. En daarmee ook gelijk de vraag, hebben wij wel goed in het vizier dat wonen een onderdeel is van een, zeg maar, totaal leefpakket? Want als dat het geval is, zou je ook kunnen veronderstellen dat manieren van bouwen, hè, en niet alleen het verduurzamen op het gebied van energie en het energiegebruik, maar ook het materiaalgebruik, maar ook de lengte waar, van tijd waar woningen ergens staan, moeten in acht worden genomen, lijkt mij. En ja, dat soort vraagstukken zie ik onvoldoende in ieder geval uitgewerkt in deze visie. En daarmee de vraag of we nog wat meer duiding daarop kunnen krijgen van de portefeuillehouder. En ik zou graag ook dit hele stuk überhaupt geduid willen zien in combinatie met wat andere vraagstukken. Zoals de leefomgeving. Hè. We hebben zojuist gehad over verduurzaming rondom door middel van zonneparken bijvoorbeeld. Hè. Windmolens werden toen ook genoemd. De leefomgeving is natuurlijk ook een belangrijk aspect rondom wonen, economische ontwikkeling, maar ook de demografische ontwikkeling in het stuk zelf. Zie ik bijvoorbeeld een groeiende groep van 65-plussers tot in ieder geval 2038. Daarna zou je kunnen veronderstellen dat er ook een krimp komt, ook in deze gemeente, wat betreft het inwoneraantal. Zeker als je kijkt naar de nauwelijks groeiende groep jongeren die hier woont. Dus is de vraag, als je jongeren wil behouden, dat hoor ik ook hier in de pleidooien voor mij, heb je een andere opgave erbij te doen dan alleen geschikte woningen neer te zetten. Dus graag even wat meer context rondom het thema wonen van de portefeuillehouder. Dank u wel, heer Rodemond. Ik ga naar de fractie van Okoers, de heer Korst. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zal me beperken tot een aantal vragen.
In de eerste plaats betaalbare koopwoningen, 175.000. Is mijn vraag aan de wethouder, is deze bouwsom realistisch? We zien de krapte op de bouwmarkt. We kunnen wel mooi zeggen van dit gaan we doen, maar we zullen ook een bouwer moeten hebben. Dan een andere vraag, dat is uitbreiding van de sociale huurvoorraad. En bij een eventuele ontspanning op de huurmarkt worden nader afspraken gemaakt over het aantal en kwaliteit van het te verkopen sociale huurwoningen. Is hier overeenstemming met de woningbouwcorporaties? De verkoop van sociale huurwoningen aan bewoners, en laat ik er heel duidelijk bij zeggen, aan bewoners en niet aan Prins Bernhard, kan ook voor een positieve invloed hebben op het leefmilieu in de wijk. En dan is mijn vraag, wordt dat ook meegenomen in het totaal? Tot slot, nog graag wat aandacht voor de grote groep die tussen wal en schip valt. Gezinnen met een jaarinkomen tussen 31.000 en 42.000 euro. Ze verdienen te veel voor huursubsidie en te weinig voor een hypotheek. Het wrange is dat veel van deze huurders meer aan huur betalen dan ze voor een hypotheek kwijt zouden zijn. In mijn ogen is dit probleem al jaren bekend, maar wordt er zowel door de banken als door de politiek oorverdovend gezwegen. Dank u. Dank u wel, heer Kloekhorst. Ik kijk naar de Partij van de Arbeid, de heer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is al eerder gezegd, een verfrissende aanpak en ook een verfrissende presentatie. Lof hiervoor. Er zit wel een maar aan, je loopt hier wel het gevaar dat je wel info mist. Ik bedoel, het is wel erg beknopt en het is al gezegd, cijfermatige onderbouwing ontbreekt wel. Dus wat dat betreft is het denk ik nog wel zoeken naar een goede balans. Overal in het land is huisvesting van arbeidsmigranten problematisch. Ook in de gemeente Hardenberg is dat een probleem. Te meer dat het probleem naar onze stellige overtuiging steeds groter zal worden. En we zijn er al eerder mee geconfronteerd bij het vraagstuk op de campings. Hoe denkt het college dit probleem te tackelen met behulp van dit ambitiedocument? En ten tweede, we missen de connectie eigenlijk met de warmteplannen. Natuurlijk staat er een mooie paragraaf in over energietransitie, et cetera. Maar in die warmteplannen die per wijk worden opgesteld, ja, die plannen moeten klaar zijn voor 2021 als je voor 2030 daarmee aan de slag wil. En ja, een enige volgorde van wijken die aangepakt worden, ja, dat missen we eigenlijk wel in dit stuk. En daarnaast, duurzaamheid wordt wel erg eenzijdig uitgelegd. Het is dan vooral energie. Maar meneer Rodemond noemde het ook al, hergebruik van materialen, maar ook van hele bouwelementen, kortom de hele circulariteit. Hoe zit het daarmee? Dat mis ik eerlijk gezegd ook. En ook klimaatadaptatie, dat hoort er wat mij betreft ook bij de duurzaamheid. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Jonkans. En naar de fractie van 50+. Heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Er is al enorm veel gevraagd en gezegd. Wat wij nog graag zouden willen weten, daar wordt geschreven in het stuk een keuzemogelijkheden voor starters op de woningmarkt. En dan de kwaliteit op betaalbaarheid afstemmen. Gaan we hier bouwen voor sloop of wat doen we hier? Want ik kan me niet voorstellen als de kwaliteit afneemt, dat die huizen dan 40 jaar blijven staan. Dan willen we graag meer leefbaarheid binnen de kernen. Zowel in Hardenberg als in Dedenstraat. Hoe wordt die parkeerproblematiek opgelost? Mensen komen hier wonen in een machtig mooi appartement. Maar als de familie komt, kunnen ze daar auto niet kwijt. Hoe denken we daarover? Dan wordt er verder gesproken dat er gezocht wordt naar nieuwe partijen voor kleinschalige woonzorg. De partijen waar reeds mee wordt samengewerkt, is dat dan geen optie? Waar moeten er nieuwe partijen voor komen? Ik denk bijvoorbeeld aan de Baalderborg, aan de Saxenburg.
Wat mij verder bevalt, dat is dat we meer gebouwd zouden worden omdat mensen ouder worden en hulpbehoevend. Waarom wordt dan juist het verpleeghuis in Hardenberg kleiner qua wooneenheden? Tot zover in eerste instantie. Dank u wel, heer Schuurman. Dan kijk ik naar de beantwoording van de vragen naar de heer Breukelman. Een veelvoud van vragen waar volgens mij nog wel een beetje overlap in zit. Dus aan u het woord, heer Breukelman, om dat te beantwoorden. Dank u wel, voorzitter. U vindt het leuk, hè, meneer Breukelman? Ja, leuk speelgoed wat dat betreft, hè. Nieuwe opzet van het programma Wonen. Visie met daarnaast ook een agenda voor de praktische uitvoering. Evenveel complimenten als nieuwe vragen wat dat betreft. Misschien de planning van 8:30 gaat u in ieder geval niet halen. Misschien goed om vooraf wel even te zeggen, een hele hoop vragen gesteld. Dat is ook prima. Maar ik ben vandaag niet alleen. Bert van het Land is er ook. En namens Companen Pim Tichelhoven. En nu die toch is, denk ik, ja, als die kennis er is, moeten we daar ook maar even gebruik van maken zometeen. Dus volgens mij is het ook prima om de vragen die gaan over statistiek, demografie, om die daar even te beleggen. En als het gaat om de afstemming met plaatselijke belangen, doorstroming, maar ook de relatie met de provincie, is Bert ook aanwezig om een aantal van de vragen te beantwoorden. En de politieke vragen die zal ik uiteraard zelf doen. Dat voorafgaand, voorzitter. Ik vind zelf dat we met elkaar een mooi proces hebben gehad. Een nieuw proces voor het programma Wonen. We hebben twee keer met elkaar met de raad samen gezeten, interactief wat dingen gedaan. Nou, kun je van alles van vinden hoe dat nou gelopen is. Maar nou ja, zoals eerste programma was het denk ik, nou ja, in ieder geval een mooie aanzet om ook wat van te leren. Hoe gaan we nu in de toekomst daarmee om? We hebben als gemeente ook een woonlab gehad met plaatselijke belangen erbij, corporaties, raadsleden, allerlei belangen hebbende wat dat betreft. En u bent ook nog volgens mij op een inloopbijeenkomst geweest om eens wat eerste resultaten te proeven. Nou, nu ligt het programma hier voor. Dus in die zin nieuwe aanvliegroute. Volgens mij bevalt dat goed met elkaar. Moet wel wat fine-tunen links en rechts als ik dat zo hoor, maar dat geeft ook niet. Mag ook best een leerproces zijn. Wat dat betreft. Waar ik ook even in wil gaan is integraliteit. Probeer in dit programma integraliteit te bevorderen met de raakvlakken die we hebben. Duurzaamheid kwam al even voorbij. Economie is zo'n pijler. Zorg en welzijn is zo'n pijler waar je rekening mee moet houden. Leefbaarheid in de kernen. Maatwerk per kern is ook een van de subtitels wat dat betreft. En het programma Wonen, u vindt ergens zo'n plaatje waar het programma Wonen in het midden staat met al die raakvlakken daaromheen. En dat betekent dat we vanuit Wonen zeggen, we moeten zorgen dat we verbinding houden met die andere thema's. En u gaat later dit voorjaar volgens mij nog spreken over bijvoorbeeld duurzaamheid. Hoe gaat u als raad verder op duurzaamheid? En het moet dus ook zo zijn dat de taken en de taakstelling die u als raad daarin vastlegt, dat die ook één op één weer vertaald worden naar het woonbeleid dat we met elkaar hebben. En daarom ben ik er zelf ook zo voorstander van om niet langjarig alles weg te zetten, maar veel kortere termijnen, zodat we ook met elkaar kunnen actualiseren en op die manier zeg maar ook die integraliteit kunnen bevorderen. Dat is een mooie stap, denk ik. Nou, heel specifiek, als ik even inga op duurzaamheid, dan kun je eigenlijk zeggen, nou ja, voor nieuwbouw wordt wettelijk een heel aantal taken al geregeld. Maar de kunst is nu ook om te kijken wat kunnen we doen voor de bestaande woningbouw. Nou, afgelopen vrijdag ben ik nog mee een bedrijf geweest samen met wethouder Ten Katen. Dat allerlei adviezen geeft over hoe kun je nou woningen energie neutraal maken. En dan proef je ook dat in die samenleving zelf al die energie zit en het enthousiasme om daarmee aan de slag te gaan. En wij moeten dat van harte ondersteunen. Een aantal maatregelen die we daarvoor hebben, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Er werd ook gevraagd naar verschillende soorten leningen. Ik weet niet meer wie het was. De starterslening viel een keer. Er is eerder als een keer gevraagd naar de verzilverlening, ook door de heer Schuurman. Als hij dan die drie dingen even op een rij zet.
We hebben wel eens gehad over de blijverslening. Nou, daarvan zie je in het land dat daar heel weinig gebruik van gemaakt wordt. Dat is namelijk een kwestie van echt geld erbij lenen. Dat doen veel mensen niet. Bovendien bevordert dat ook niet echt door doorstroming. Nou, als we kijken naar die verzilverlening, daarvan hebben we ook op de schriftelijke vraag gezegd, daar gaan we mee aan de slag. We gaan onderzoeken of we daarmee ook een instrument in handen kunnen hebben. Hij is een paar maanden oud. Ik denk dat het buitengewoon interessant is om die ook te kunnen koppelen, en dat schijnt te kunnen, ook aan investeringen op het gebied van duurzaamheid. Dus volgens mij is dat een mooie om mee aan de start te gaan. Aan de slag te gaan, sorry. Startersleningen, want dat was het volgende woord waar ik op kwam. Daarbij is het wel zo dat we daarvoor geen co-financiers meer hebben. Het gaat ook een beetje in tegen het rijksbeleid, dat is vastgesteld. Als je bijvoorbeeld nu een inkomen hebt, dan mag je maximaal geloof 4 keer je bruto jaarinkomen lenen voor een hypotheek. Je mag ook niet meer dan 100% van de waarde van de woning financieren. Op het moment dat je daar met een starterslening overheen zou gaan, als je zegt van nou ja, een woning kost bijvoorbeeld 150, maar wij doen nog even 20 bij met een starterslening. Ja, druist dat wat in tegen de maatregelen die juist uit het Rijk genomen zijn om ervoor te zorgen dat mensen niet overfinancieren. Bovendien is de huidige stand van de rente ook geen aanleiding toe om nou per se bij ons te komen voor een lening. Dan naar de volgende vraag. Doorstromers wordt zo meteen iets over gezegd. Duurzaamheid heb ik het over gehad. Plancapaciteit. Misschien goed om daar ook even meteen bij stil te staan. Want als we het hebben over de plancapaciteit en datgene wat wij in de regionale woonafspraken nog mogen bouwen, dan zien we best wel dat we daar eens tegenaan gaan lopen. En dat vind ik wel een hele lastige. Dat is gebaseerd op de ladder voor de duurzame verstedelijking. Daar komt die vandaan. Het is een maatregel die bedacht is ten tijde van de crisis om niet te bouwen voor sloop, zullen we maar zeggen. Maar als je nu kijkt naar de actualiteit, dan zie je dat daar geen sprake van is. Sterker nog, je hebt te maken met een overhitte woningmarkt. In die zin vind ik het echt een theoretische oplossing voor een probleem wat waar hier geen sprake van is. Een krachtige gemeente die echt vooruit willen, actie willen maken, willen bouwen voor de mensen die een woning zoeken. Je ziet dat die beperkt worden door allerlei regionale afspraken. En ik heb dan ook vorige week in het VNG Overijssel platform mijn collega's opgeroepen van laten we nou samen ook dat signaal door laten klinken richting de provincie. Maar veel belangrijker nog richting het Rijk. Nou, er heeft een keer een motie op tafel gelegen voor zullen we de ladder voor duurzame verstedelijking niet meer toepassen op woningbouw. Die heeft de eindstrepen nog niet gehaald. Maar ik vind het wel belangrijk om dat aan u te melden. Ik zou daar graag mee aan de slag gaan. Wat daar ook nog in zit, als je de ladder bekijkt in het kader van die klimaatadaptatie, dan wil je niet alleen maar bouwen op inbreidingslocatie, want je wilt ook in je bebouwde kom ruimte hebben voor groen, waterberging en dat soort zaken. Dat voor wat betreft de regionale afspraken. Een nieuwe woonvormen. Voorzitter, mag ik de heer Brugman even een vraag stellen? Zeker, heer Van den Berg. U geeft aan van in het kader van de ladder duurzame verstedelijking, ik zou daar graag mee aan de slag gaan. Vindt u daar middelen of dingen voor nodig van de raad? U mag mijn opmerking zien als een aanmoediging om in de partij daar iets van te vinden. Voorzitter. Nieuwe woonvormen werd nagevraagd. Nou, die stimuleren wij van harte in de gemeente. Onlangs is ook wat publiciteit geweest rondom Knarrenhof bijvoorbeeld, een nieuw woonconcept. CPO's zien we steeds vaker voorbij komen. In die zin is het niet meer zo dat de gemeente eigenlijk alles voorprogrammeert. We willen juist met de mensen die woningzoekende zijn, kijken naar wat gewenste woningen zijn. Dus daar wordt absoluut de aandacht aan besteed. De corporatie wordt zometeen iets over gezegd. Ja, kwaliteit, daar kwam de heer Gelling nog even op. Hè. Van, ga je nou weer exact hetzelfde bouwen als wat je eigenlijk misschien al 40 jaar gedaan hebt? Nou, dat waren we dus bepaald niet van plan. We hebben ook in het college daar een hele leuke discussie over gehad. Van wat willen wij nou in onze gemeente? Wil je meer traditioneel en alleen maar van hetzelfde? Nee, dat willen we niet. En dat betekent niet dat we de kubusse woningen uit Rotterdam hier maar heen moeten halen voor het platteland. Hè. Dat gaat te ver. Maar aansprekend, prikkelend, met oog voor de omgeving. Hè. Ook een van de titels van mij,
mooi kunnen wonen, ook met rust en met uitstraling. Daar willen wij absoluut mee aan de slag gaan. Meneer Beukerman, wellicht ook markant zoals het huis waar we hierin zitten? Ja, wat zou ik daarvan zeggen, voorzitter? Misschien is het beter dat ik er niks over zeg. Alhoewel, de prijs die we hebben gewonnen met de verkiezing bij Cobouw heeft ons wel een mooie geuzetitel opgeleverd in het hele land. Want overal waar je komt, zeg maar, in ieder geval het meest markante gebouw van Nederland. Maar waar daar de kwalificatie van is, daar laat ik me niet over uit. Op koers.nu vraagt nog, ja, die 175, is dat nou wel reëel? Hè? Kun je daar nog een woning voor zetten? Nou, met u eens, dat is krap. Het lukt links en rechts nog wel, maar die prijzen die staan absoluut onder druk momenteel. Hè? Nou, we kennen allemaal de krapte die zich in de bouw voordoet wat dat betreft. Arbeidsmigranten werd nog even de vinger bijgelegd. Heel terecht punt, denk ik. Ik heb het antwoord zo niet, 1, 2, 3 voor u. Maar we zijn er ook wel mee aan het worstelen van, ja, wat gaan we daarvoor doen? Wat is een goede oplossing daarvoor? Ik vind ook dat als je als samenleving gebruik maakt van arbeidsmigranten, hè, voor de economische pijler, dan heb je ook de morele verplichting om ervoor te zorgen dat die mensen op een fatsoenlijke manier gehuisvest worden. Hè. Wij eisen voor onze eigen inwoners ook allemaal een goed woon- en leefklimaat. En die verplichting die voel ik even goed ook voor deze categorie. Alleen het vraagt wel wat creativiteit, denk ik, om in de komende jaren tot een goede oplossing te komen. Maar dat gesprek ga ik hartstikke graag met u aan. De vraag van op koers is ook nog, ja, wat doen we voor die categorie die tussen wal en schip valt? Bekend verhaal, ook niet alleen in onze gemeente. Eigenlijk buiten sociale huur vallen, maar niet in aanmerking kunnen komen voor koop. Hè. Laten we wel zeggen, als je een jaarsalaris hebt van 30.000 bruto, ja, in de factor 4 kom je dan lang niet in de buurt van wat je nodig hebt om een koopwoning aan te schaffen. En daarom zijn we wel bezig om te kijken, kunnen we iets wat we in Hardenberg nog niet veel hebben hier toepassen, beleggershuur. En we hebben belegger gebouwd en dan de huur buiten de coöperatie om. Zouden we daar iets mee kunnen? Maar ik ben het met u eens, voor die groep, ik heb daar zelf ook lang toe behoord, is het heel lastig om een gepaste woning te vinden. Ik stel voor, voorzitter, dat een aantal vragen nu even ook ambtelijk beantwoord worden. En dat we dan kijken of we nog dingen gemist hebben in de veelvoud van vragen. Nou, dat is inderdaad nu ook even lastig voor mij zoeken. Ik kreeg nog wel een vraag van de heer Jonkans over circulair bouwen. Dat is misschien een politieke vraag. Dus wellicht dat u die nog kunt beantwoorden en dat we dan door kunnen gaan naar de andere vragen. Nou, en voorzitter, u heeft wel heel veel gezegd over energiezuinig, et cetera, en integraal, maar de connectie met de warmteplannen, die heb ik nog niet gehoord. Nee, die zaten daar wat mij betreft wel in. He, vanuit de RES komt er gewoon de verplichting om een warmteplan te maken per wijk. Dat gaat ook gebeuren. En wat ik net ook zei, de opgaven die voortkomen uit het programma Duurzaamheid, daarvan hebben we van Wonen ook gezegd, moeten ervoor zorgen dat die één op één ook gaan landen in ons programma Wonen. Ja, maar die... Ik kan me voorstellen dat je, als je kijkt naar de woningbouwvoorraad, dat een aantal woningen mogelijkerwijs wel zo duur worden om daarop aan te passen, dat invloed zal hebben op je sloopcapaciteit. En dus hernieuwbouw. En dat maakt het verhaal weer heel anders. Daar wordt ook wel iets over genoemd als we het hebben over adaptief bouwen. En wat je daar ook kunt vinden, volgens mij is het in het kopje duurzaamheid. Dat we zeggen, nou ja, het zou ook best zo kunnen zijn. En daar moet je ook samen met de coöperatie naar kijken. Want daar zit ook een heel belangrijk deel van die woningen. Want het zou best zo kunnen zijn dat je tot de conclusie komt. Hè, de coöperatie heeft geloof ik de verplichting om in 2050 de voorraad neutraal te hebben. Dat daar een aantal tussen zitten. We zeggen, ja, dat gaat ons niet lukken. En dan moet je dus kijken of je inderdaad nieuw kunt bouwen en dat je die woning bijvoorbeeld kunt slopen. Hè? Dat soort voorbeelden. Nou, dat zit in mijn optiek wel in het programma. Ja, dat heb ik vorige keer ook wel gezegd, joh, dat is wel iets waar je ook met de coöperatie het gesprek over aan moet gaan. Voorzitter? Meneer Gelling. Ik had nog een vraag gesteld over of de huisvesting van statushouders nog zorgt voor extra druk in de sociale sector en wat de status is, of er nog steeds sprake is van een voorrangspositie of niet bij de huisvesting van statushouders. Ja, die vraag wordt zo meteen beantwoord, maar ik weet vanuit mijn eigen portefeuille altijd dat de druk nu minder hoog is dan een aantal jaren geleden.
komen we zo eens even op terug, heer Gij. Voorzitter, ik had ook nog een vraag over de monitoring van de actieve zoektijd. Ja, er is geen norm voor de zoektijd, maar ook die vraag komt zo nog even terug. Goed, laten we dan nu even met elkaar proberen rustig af te wachten op de beantwoording van de andere heren. Ik kijk nu ook even naar de tafel, heer Breuken, maar met u goed vinden. Naar wie van de heren ik eerst het woord geef. Wellicht dat u even kort u zichzelf kunt introduceren. En daarna de vragen die voor u zijn kunt beantwoorden. Hartelijk dank, voorzitter. Mijn naam is Pim Tiggeloven, werkzaam bij Companen. En Companen is het adviesbureau wat de gemeente heeft begeleid bij het opstellen van het programma Wonen. Een aantal van u heb ik ook gezien bij een van de sessies. We hebben twee raadsessies gehad. Daarna ook nog het Woonlab en een inloopbijeenkomst ook om weer de terugkoppeling van de eerste resultaten. Er zijn een aantal vragen wat even goed is om op in te gaan. Een aantal fracties die gaven ook aan van hoe zit het precies met de onderbouwing. Heel beknopt stuk, maar we missen een beetje de achterliggende cijfers. Daar zal ik iets over zeggen. En daarnaast ook het punt van demografische ontwikkelingen. Die zien we, er zitten wat risico's aan en hoe ga je daar nou als gemeente mee om? Daar zal ik ook even wat over toelichten. Het klopt inderdaad dat er niet zozeer heel veel cijfers in het programma Wonen zelf zitten. Maar het is wel zo dat als onderbouwing voor de opbouw van het stuk hebben we gebruik gemaakt van een woningbehoefteonderzoek wat vorig jaar is uitgevoerd in deze gemeente. Wat er is uitgesplitst naar de verschillende kernen van de gemeente. En daarbij is gekeken naar hoe de huidige samenstelling van de woningvoorraad is. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Ook naar eigendom, huurkoop. En er is ook gekeken wat is de kwantitatieve behoefte. Geredeneerd naar de demografische trends. En ook wat is de kwalitatieve behoefte. Dus welke woningen zou je nou moeten toevoegen per kern om vraag en aanbod in balans te brengen. En daarbij is onder andere gekeken naar welke feitelijke verhuisbewegingen hebben zich in de afgelopen jaren voorgedaan. Dus dan zie je van welke woningen hebben mensen achtergelaten in deze gemeente per kern. En welke woning hebben sommige doelgroepen juist betrokken. En dat geeft al een eerste beeld aan van waar zie je verschillen tussen kernen in als het gaat om de kwalitatieve behoefte. Welke doelgroepen zoeken welke woningen. Met ook een realiteitscheck van welk type woning kun je voor welke prijs hier kopen en waar zoekt men dan naar in welke categorie. Dat beeld hebben we aangevuld met een plaatje van de toekomstige woningbehoeften. Op basis van het landelijke woononderzoek. Daarbij worden eens in de zoveel jaar huishoudens in alle Nederlandse gemeenten ondervraagd naar hun verhuisplannen en eventuele woonwensen. En op basis daarvan hebben we dus ook respons uit deze gemeente en omliggende gemeenten. Wat wel ook iets zegt over de toekomstige vraag. En dat kan best wel wat anders zijn dan we uit die feitelijke verhuisbewegingen zien. Want daar zie je wel wat in het verleden is gebeurd. Maar als er nieuwe woonvragen zijn, nieuwe woonconcepten, of reguliere woningtypen die hier nu nog niet zoveel aanwezig zijn, dan haal je wel uit dat toekomstig plaatje informatie op. Dus op basis daarvan hebben we wel een goed zicht op de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoeften. Her en der staat dat textueel wel vermeld om wat headlines weer te geven. Maar wat we ook hebben benoemd in de laatste paragraaf van het programma Wonen, waarbij we een eerste aanzet hebben gedaan voor de uitwerking op kernniveau, hebben we gezegd als onderbouwing voor hoe je dit nou gaat vertalen naar woningbouwopgaven per kern, daar dient dat onderzoek op kernniveau echt de basis voor te zijn. Dus dat is eigenlijk een naslagwerk wat eigenlijk nog naast dit programma Wonen en de agenda Wonen gehouden moet worden om dat ook meer die concrete onderbouwing te vinden. Daarnaast hebben we als vertrekpunt voor het hele programma Wonentraject ook nog een startnotitie opgesteld. En dat is eigenlijk een soort discussienotitie om even heel kort de stand van zaken op de woningmarkt hier weer te geven. Daarbij zijn ook nog wat demografische trends benoemd. En er is bijvoorbeeld ook een demografische prognose van Primos. Dat is een landelijk erkend onderzoeksbureau wat demografische trends prognosticeert en dat toerekent naar een woningbehoeften voor elke gemeente, ook deze. Dat scenario wat zij het meest actuele prognose hebben gehanteerd, die hebben we in die notitie benoemd. En daartegenover ook een trendscenario weergegeven. Want Primos gaat uit van een aantal factoren die een rol spelen in de toekomstige woningbehoeften. Zoals de lokale behoeften, de autonome ontwikkeling, maar ook migratiebewegingen. En een hele lichte variant van welke woningen zijn in de afgelopen jaren gerealiseerd. Hoeveel zijn er dat geweest? Als een soort opmaat van Wat kun je ongeveer met aanbod genereren. Daar hebben we een tweede scenario tegenover gezet. Als de migratietrends uit de jongste jaren, dus zeg maar de laatste 3-4 jaar, als die worden voortgezet. Want je ziet met name de laatste 3-4 jaar dat er een positieve migratiesaldo in deze gemeente is. Na de crisis
En je ziet dat er meer vestigers zijn, maar dat je ook deels minder vertrekkers hebt die uit deze gemeente vertrekken. Dat zorgt ervoor dat je per saldo weer wat meer groei hebt. En dat heeft natuurlijk wel gevolgen voor de toekomstige woningbehoeften. En als we dat scenario doorzetten, dan kom je dus ook op een hoger aantal uit dan de reguliere primusprognose. En op basis daarvan komen we uit op dat aantal van ongeveer 1680 woningen die ook in het programma wonen zijn genoemd. Meneer Tegelhoven? Ja? Ik hoor dat u een hele uitgebreide beschouwing doet. Heel plezierig. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we even iets puntiger worden en proberen de beantwoording op de vragen voor elkaar te krijgen. Anders dan zou het wel eens een hele lange avond kunnen worden. En dat zit even mijn zorg. Dus ik wil u vragen om wat puntiger de vragen van de raad mee te pakken. Met deze had ik ook in principe eigenlijk de eerste vraag over hoe is de onderbouwing, of in ieder geval welke cijfers liggen aan de grondslag, heb ik gehad. Het tweede punt was mag ik van... Mag ik daar een vraag stellen, voorzitter? Want ik begrijp uw wens om snel naar huis te gaan, maar die wens wordt wellicht niet door iedereen gedeeld. En ik vond het wel interessant, de beantwoording van de vragen. En daar had ik eigenlijk een vervolgvraag op. Mag dat? Stelt u dan de vraag ter verduidelijking. Maar mijn opmerking staat wel even in algehele zin. We zijn even aan het oefenen vanavond ook van, goh, wat betekent dit? Kunnen we dit vaker op deze manier doen? Het is denk ik geen informatiebijeenkomst, dus vandaar even mijn ingrijpen. Maar het is wel een beantwoording op de vragen die u gesteld worden. En dat kan heel beschouwend zijn, maar dat kan ook wat puntiger zijn. Maar uiteraard heeft u de ruimte om een vervolg te Ik vond namelijk de uitleg eigenlijk buitengewoon interessant. Alleen wat bij mij dan toch wel blijft hangen, is dat u zegt, ja, we onderzoeken trends en woonwensen. Nou, dat geloof ik wel eens. Mensen vragen wat ze gaan willen en waar zij naartoe willen verhuizen, wat vind je mooi. Dan is dat een ander antwoord, dan ga je ook daadwerkelijk ernaartoe. Want ik kan me nog herinneren uit die sessies die we gehad hebben, dat de verhuisbereidheid, u zegt het net ook, die is niet zo groot. Hè? Je kunt wel iets willen, je kunt wel iets mooi vinden, maar doe je het uiteindelijk ook. Hè? En dan is het dan koppel aan dat we inderdaad geen krimpgemeente zijn, maar dat is het dan ook ongeveer, hè? De groeien wat. Als je daar 1690 huizen bij laat komen, is dat wel iets meer dan dat je wat groeit. Hè? Dus het punt dat mij blijft hangen is, ik geloof u, het is allemaal goed onderzocht, maar dan blijft er nog wel steeds staan dat er zo'n 8-9% aan woonruimte bij komt. Hè. Dat is best wel veel. En bestaat er niet het risico dat juist op dit moment, hè, want de crisis waar u naar verwijst is voorbij, maar die is al een hele poos voorbij, las ik in de bestuursrapportage die we eerder hebben gehad. En gaat u nou net niet op het moment daar waar sceptici van zeggen, nou... we zijn over het hoogtepunt heen, hè, dat lees ik in de krant. Is dat nou net niet het moment waarop u zegt, nee hoor, we kunnen voor de komende jaren nog 1680 huizen bij gaan bouwen? Nou. Er zitten een paar elementen die we even goed zijn om aan te stippen. Inderdaad, die verhuisbereidheid, dat zie je met name in een aantal doelgroepen wat afnemen. Met name bij senioren is dat de afgelopen jaren wat minder geworden. Overigens zie je echt de laatste jaren wel het weer iets toenemen. Maar daarbij spelen heel veel factoren van, kan ik mijn huis voor een goede prijs verkopen? Is echt het perfecte plaatje van mijn toekomstige woning, is die te vinden? Want het is een hele kritische doelgroep. Dus we kijken in die demografische trends wel naar van hoe ontwikkelt die verhuisgeneigdheid zich. En als dus een aantal doelgroepen waarbij dat afneemt, dan moeten we daar een correctie op plaatsen. En dat is ook even van, hoe ga je nu in de komende jaren hiermee om? En deze geprognosticeerde vraag, daar kijken we natuurlijk best wel lang voor uit. Daarnaast staat er natuurlijk een agenda wonen die een kortere doorlooptijd heeft, van ongeveer 2 jaar. Dus het programma wonen is echt een langere doorkijk. Agenda wonen is er ook wel om de balans ook weer na 2 jaar op te maken en te zien van de trends die we toen geconstateerd hebben, gelden die nog steeds. En dat kan best zijn dat je dan nog wel een aantal cijfers op de woningmarkt moet herijken om te kijken van lopen we nog steeds in de pas en is die aanzienlijke groei die we in 2019 nu constateren, geldt die dan nog steeds of moeten daar een bijstelling op maken? Dus het is, de afgelopen jaar heeft de woningmarkt ook wel bewezen dat die sterk schommelt. Dus het is daarom wel zaak om ook voldoende te monitoren daarop. Volgens mij nog 1 korte vraag. Ja, als u het kort kunt houden. En is het dan zo dat ter voorbereiding op deze grote slag op de woningmarkt, kan dat binnen het huidige grondbezit of moet daar ook weer actief grondbeleid aan gekoppeld worden, zodat die 1680 huizen ook een ondergrond kennen? Ik denk dat dat even een vraag voor mijn andere collega zal zijn die daar even op in zal gaan. Voorzitter, mijn vragen rondom zeg maar even die risico's. Hè. Ik heb specifiek gevraagd naar een aantal risico's die ook zeg maar in het raadsvoorstel zijn benoemd. En ik heb daar even nog niet concreet genoeg, in ieder geval niet voor mij, voor een adequate terugkoppeling naar mijn fractie. Wat gaat het college daar nou daadwerkelijk aan doen? Dus
Ik weet niet of dat hier aangescherpt wordt of dat de wethouder daar al terugkomt. Ja, of de heer van het Landgericht er misschien antwoord op. Die kan dan nu ook denk ik het stukje overnemen om die vragen te beantwoorden. Mocht er dan nog wat overblijven, dan ga ik even inventariseren in de tweede termijn wat is blijven liggen. En dan kan de portefeuillehouder daar antwoord op geven. Dank u wel. De heer van het Land, nu het woord. Dank u wel. Ik ga het even puntig beantwoorden. Ik begin hier links van mij bij de ChristenUnie. Rechts, links voor de kijkers, sorry. Doorstroming en korting op huren, dat was een van de vragen. Wij onderscheiden duidelijk twee doelgroepen, namelijk de ouderen met weinig geld, die nu in de sociale huur zit en de stap naar een nieuwe sociale huurwoning niet kan maken, omdat vaak de nieuwe sociale huurwoningen duurder zijn. En die mensen krijgen een huurkorting op dit moment van de Veste. En wij streven ernaar om dat straks Vechtdal wonen breed te gaan introduceren. Dus dat gaat met name om de mensen met een laag inkomen. Ouderen die nu in een goedkope woning wonen, door willen stromen naar een appartement, die over het algemeen duurder is. Maar die krijgen dan de huur van de oude woning, zodat ze de financiële stap, zeg maar, geen hobbel meer is om door te stromen. In de koopsector zit het heel anders. In de koopsector, want daar refereerde u even aan, we proberen ontwikkelaars zoveel mogelijk in en rond het centrum te stimuleren en zelfs te dwingen om levensloopbestendig te bouwen. En in ieder geval gelijkvloers te bouwen, dat ook daar de doorstroming kan plaatsvinden. De risico's die we benoemd hebben in het raadsvoorstel, dat zat hem in demografie, dat zat hem in medewerking van partijen. Dat zat hem in economische ontwikkeling op de woningmarkt. Nou, economische ontwikkeling op de woningmarkt hebben we niet zo gek veel invloed op. De samenwerking van partijen, daar hebben we wel veel invloed op. We hebben een privaatrechtelijke overeenkomst met ontwikkelaars. We hebben de prestatieafspraken met woningcorporaties. En de zorgpartijen is nog wel een zorgpunt. We zien ook de recente ontwikkelingen in Kloosterhaar. Dus daar moeten we echt goed kritisch naar kijken van hoe krijgen we die in beweging. Daarvan hebben we ook gezegd van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we andere, minder traditionele zorgpartijen aantrekken om op kleinere schaal in de kernen zorg te kunnen bieden. Die op een creatievere manier omgaan dan met zeg maar, het minimum draagvlak van 25 zorgeenheden om een 24-uur post te kunnen bemannen. Nou, dat is voor ons een open eind, maar we gaan er wel naar op zoek, omdat we zeker weten dat er in de landen en ook in de regio van dat soort partijen zijn. Dus dat even over de samenwerking. De groei van het aantal huishoudens heeft Pim toegelicht. Je hebt natuurlijk je demografische ontwikkeling. Nou, geboorte en sterfte kunnen we niet beïnvloeden, nauwelijks beïnvloeden hier. Wat we wel kunnen beïnvloeden zijn de migratiesaldi. En dat doen we door vooral aantrekkelijk te zijn met economie, met ons woningaanbod en dergelijke. Zodat we een positief migratiesaldo houden de komende jaren. En daarmee een mogelijke krimp in de toekomst uitstellen. Dus we zijn er nadrukkelijk mee bezig. Alleen je hebt niet overal grip op. Met name op de economische ontwikkeling, rentestand en dergelijke. Ja, dat zijn risicofactoren die moeten we onderkennen. Maar daar hebben we geen grip op. Dan gaan we even naar de norm die werd gevraagd. Is er een norm voor een gelijke verdeling voor doelgroepen bij slaagkansen? Nee, er is geen norm voor. Wat ik wel weet is dat Vechtdal wonen op dit moment een norm hanteert van gemiddeld 1,5 jaar wachttijd vinden we een gezonde spanning op de markt. Alleen wij moeten ervoor waken dat niet de ene doelgroep daarvoor 3 jaar moet wachten en de andere doelgroep gelijk morgen aan de bak kan. En dat kun je dus beïnvloeden door een goed woonruimteverdelingssysteem te maken. Maar ook te zorgen voor dat er voldoende aanbod is voor die verschillende doelgroepen. En door dat continu te monitoren, kunnen we zowel in het aanbod invloed uitoefenen als in de verdeling invloed uitoefenen. Dan ga ik naar de tiny houses in de Botermanswijk. Stelt u de vraag over? Wij hebben met de corporatie, met Samen Doen, maar ook vooral met de mensen in de omgeving afgesproken dat we heel kritisch zijn in wie we wat toewijzen daar. Op het moment dat er een woning wordt toegewezen aan een bewoner zonder zorgvraag, die even tijdelijk een ruimte nodig heeft, is dat geen enkel probleem. Maar op het moment dat er iemand in beeld komt met een zorgvraag, dan is het een samenspel tussen de zorgverlener, Samen Doen en de woningcorporatie. Hoe gaan we daar een plan van aanpak om maken, zodat die persoon daar goed begeleid en zo snel mogelijk weer kan vertrekken naar een reguliere woning. En dat is nog een zoektocht. En daardoor zien we dat er nu wat vertraging oploopt in de toewijzing. Maar dat is een hele belangrijke zoektocht, omdat we ook de omgeving, die we bepaalde beloftes hebben gedaan, moeten bedienen en rustig moeten houden. Want die hebben hun zorgen destijds geuit over deze woonvorm. De zorgvuldigheid moeten we daar hanteren. En
de weg daar naartoe, de juiste manier van de aanpak vinden, ja, dat vraagt even tijd op dit moment. Heeft u er wel vertrouwen in dat dat zeg maar op korte termijn verbetert, wat u aangeeft, hè, die zoektocht? Ja, ik heb er alle vertrouwen in en ik weet ook zeker dat deze woonvorm een belangrijke rol gaat vervullen voor deze doelgroep. Alleen het blijft even zoeken van wat voor eisen kunnen we stellen en wat voor niet. Op het moment dat er iemand komt met drie kinderen, ja, die kan daar niet in. Die kan wel een urgente woonvraag hebben, maar daar is de woonvorm niet geschikt voor. Op het moment dat er iemand komt met een verleden waarvan wij tegen de buurt hebben gezegd, die komen daar niet in, ja, dan moet je daar een andere oplossing voor zoeken. Dus de doelgroep is ruimschoots aanwezig en de woonvorm gaat ook een rol vervullen. Alleen het blijft even naar de praktische zoektocht. En daardoor staan ze op dit moment deels leeg. Ik ga even naar de vraag van GroenLinks over nieuwe woonvormen. Wij zijn op allerlei fronten bezig om vooral toe te voegen wat er nog niet is. Natuurlijk hebben we in een wijk als Maaslanden voegen we veel eengezinswoningen toe. Maar je ziet hier in en rond het centrum en ook in de kleine kernen steeds meer de plannen, maar ook de realisatie van woonvormen die er nog niet zijn. Dus we zijn steeds aan het differentiëren en we proberen die differentiatie vol te houden naar de toekomst toe. CPO-projecten, gaf de wethouder net al aan, is daar een mooi voorbeeld van. Ik ben in overleg met verschillende plaatsen belangen om te gaan kijken van jongens, we willen allemaal graag starters vasthouden in onze kernen. Ga nou eens met de starters, samen met de gemeente om tafel zitten van jongens, wat voor woonvormen wensen jullie? Wat kunnen jullie betalen? Wat valt af? Wat is wel realistisch? Zodat we ook op maat voor dat soort doelgroepen wat kunnen realiseren in de verschillende kernen. Dus het is een weg van lange adem. Je gaat niet een bouwproject wat nu al in aanbouw is stilleggen omdat het redelijk lijkt op de traditionele woonvorm. Nee, maar we zijn wel bezig met de continue vernieuwing in het proces. Gaan we even naar de VVD. Die stelde een vraag van hebben jullie gecheckt bij de woningcorporaties of ze bereid zijn om hier aan mee te werken? En hoe kunnen we dat verankeren? Nou, we hebben een nieuwe woningwet en de nieuwe woningwet die is in 2015 vastgesteld. Die vraagt aan de gemeente, stel een woonvisie op en dan zodra je de woonvisie door de raad hebt laten vaststellen, dan is de corporatie verplicht om daar jaarlijks aan bij te dragen binnen de doelgroep die zij moeten bedienen. Dus op het moment dat wij hier opschrijven dat we willen uitbreiden met zoveel woningen, dan zal de corporatie daar jaarlijks op moeten terugkomen van we hebben een plan voor dit, we hebben een plan voor dat en we willen graag die woningen voor jullie realiseren. We hebben dat zelfs in het maatregelenplan met aantallen benoemd, wat wij van hun verwachten. Dus in die zin is het afdwingbaar. Maar ik moet er gelijk bij zeggen, we hebben een corporatie die op dit moment heel goed meewerkt. Nu en dan wringt het wel eens. Maar goed, over het algemeen realiseren ze veel. En hebben ze hier de afgelopen jaren veel gepresteerd, zowel in Dedersvaart als in Hardenberg. En ik ga ervan uit dat via de reguliere prestatieafspraken dit soort ambities worden gerealiseerd. Maar de woningwet is het enige middel wat je hebt om dat op termijn af te dwingen, mocht er een nieuwe bestuurder komen die zegt van ik wil niks meer met jullie te maken hebben, Hardenberg, dan hebben we een middel achter de hand om dat wel te bereiken. Dan gaan we nog even naar een algemene vraag. Die een paar keer werd er gevraagd over wonen met zorg. We zijn op dit moment bezig met een groot basisonderzoek wonen met zorg. We onderscheiden daarin vijf doelgroepen. Dat zijn jongeren die vanuit de jeugdzorg komen. Dat zijn mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking, senioren en GGZ-cliënten, dus mensen uit de geestelijke gezondheidszorg. We zijn aan het kijken hoe groot is de autonome vraag op dit moment. Hoeveel mensen die aangewezen zijn op een indicatie vanuit die doelgroep hebben we binnen onze gemeente. Hoeveel woonvormen hebben we die geschikt zijn voor deze doelgroep. En we hebben gevraagd om aan een extern bureau om te kijken van hoe gaat die doelgroep zich naar de toekomst ontwikkelen gezien de vergrijzing en gezien de trends die we vanuit het verleden hebben en op het gebied van wet en regelgeving in de wonen en zorg. Want er verandert nogal wat. Nou, dan hebben we dus drie elementen. Huidige vraag, huidige aanbod, toekomstige vraag. En dan is het aan ons de taak om straks, want daar verwijzen we een paar keer naar in deze nieuwe woonvisie, nieuwe programma wonen, van hoe gaan we hier komende jaren mee om en hoe gaan we die toekomstige vraag bedienen met nieuwe woonvormen passend bij de verschillende doelgroepen. Ik verwacht dat het onderzoek in eind april, mei afgerond is. Dan is de rapportage gereed en dan zullen we ook samen met mijn collega's van het maatschappelijk domein gaan kijken van hoe kunnen we hier op de juiste manier antwoord op geven. Vervolgens krijg ik vanuit het maatschappelijk domein en vanuit de zorg de opdracht om dat te realiseren binnen het programma wonen. En dan gaan we het programma wonen actualiseren met die aantallen.
Dus dat is even op het basisonderzoek wonen met zorg en het vervolg wat er nog aan zit te komen. Dan hebben we nog de doelgroep die in de knel zat. Daar heeft de wethouder over geantwoord. De vraag van 50PLUS over de kwaliteitsvermindering voor starters. Dat is niet zozeer bedoeld dat we iets slechts gaan bouwen. Nee, wat we willen bereiken is dat er een specifiek segment voor starters gaat ontstaan. Starters in de gemeente Hardenberg zijn van oudsher gewend. Wij gaan gelijk in een gezinswoning een tweekap of een vrijstaande woning. Daar blijven ze volgens hun hele leven wonen. Wij gaan kijken hoe kunnen we een segment toevoegen. En dat is ook een beetje aansluitend op de vraag van GroenLinks. Hoe gaan we nou een segment ontwikkelen dat beantwoordt aan die specifieke startersvraag. Want eengezinswoningen hebben we op termijn genoeg. Dus we gaan een segment creëren waarbij een starter het niet in zijn hoofd haalt om de 30 jaar te blijven wonen. En dat betekent dus beperken in oppervlakte. Dat betekent beperken in tuin. Dat betekent over het algemeen zeg maar, de traditionele jaren 50 flats die we vroeger hadden. Die gaan we niet meer bouwen, maar we gaan wel voor een specifiek starterssegment, wat nu aan Oosteinde, aan het eind van onze winkelstraat, gerealiseerd is. Dat is zwaar overvraagd door starters, maar dat is nou zo'n specifiek segment waarvan wij zeggen, kwalitatief is het goed, het is duurzaam, voldoet eigenlijk alle eisen, alleen het is dusdanig klein, daar ga je niet je hele leven blijven wonen. En dat bedoelen we met de kwaliteitsvermindering. Is dat helder? Voorzitter, mag ik het even beantwoorden? Of dat helder is, daar mag u zeker op antwoorden. Nou, ik heb dan eigenlijk toch iets anders beschreven in het hele school. Want hier wordt dus typisch gezegd, het is op kwaliteit. Maar het is dus niet op kwaliteit, maar op kwantiteit. Ja, wel goed, dat is... Nou ja, goed, in, bij deze. In mijn jargon is dat kwaliteit en ik zal het beter verwoorden. Ja. Het is niet bouwtechnische kwaliteit, maar het is de woonkwaliteit. Helder, ik heb nog één, ging over statushouders, dat was volgens mij een vraag van de VVD. Statushouders hebben geen absolute voorrang meer, al een tijdje niet meer. En de statushouders die we op dit moment zien instromen is voor 80-90% gezinshereniging. En gezinshereniging, dat kost geen nieuwe woningen, want die mensen, de eerste die heeft al een woning gekregen en op het moment dat een gezinshereniging plaatsvindt, trekt het gezin daarbij in. Het kan best zijn dat het termijn weer tot een verhuisbeweging leidt, omdat hetgeen waar ze nu in zitten wat klein is. Maar de instroom van statushouders op dit moment vereist dus heel weinig woningen vanuit de sociale huursector. Volgens mij heb ik ze allemaal gehad. Goed, dank u wel, meneer Van Land. Uitstekend. Goed even op het rijtje afgegaan. Wat mij betreft is dit het voor de eerste termijn. En dan kijk ik rond of er nog wat is blijven liggen, of dat er nog eventueel aanvullende vragen zijn voor een tweede termijn met de portefeuillehouder. En ik zie de heer Stelgstra, ik zag mevrouw Mensing alswaaien, de heer Jager, de heer Schuurman, dat vergeet ik volgens mij niemand. Dan begin ik bij mevrouw Mensing, want die was het eerste die zich meldde. We hebben nog één verdiepende vraag. We hebben best wel veel mooie planvorming gehoord, goede bedoelingen. Als ik me goed herinner, een aantal jaar geleden had de gemeente een campagne. De gemeente Hardenberg, waar het goed wonen, werken, recreëren is. Waarbij ook ondernemers werden uitgenodigd dat als er een vacature was, dat zij dan ook deelnemen aan zo'n campagne waarbij je het heel interactief maakt. Een mooi voorbeeld vond ik ook een aantal jaren geleden in Lichtenvoorde. Dat eigenlijk was uitgesproken dat daar een krimpgemeente was. En dat je zeg maar door een evenement als Zwarte Cross met heel veel PR, dat er iets ontstond waardoor er een ontwikkeling kwam waarbij iedereen weer enthousiast werd om in die gemeente te wonen. Wat ik wil vragen is, denkt de gemeente na over een campagne om ook aan de vraag van de heer Gelling van hoe zorg je dat die extra woningen allemaal bewoond worden, maar ook blijven? Helder vraag, dank u wel. Heer Schuurman. Ik had nog geïnformeerd naar de parkeergelegenheden in verband met appartementen. Helder, parkeergelegenheden. Heer Jager. Goed, ik krijg nog niet helemaal volledig. Ten eerste, nou ja, bedankt voor de beantwoording. Maar ik heb toch nog deels wel wat een vraag laten liggen. Er wordt genoemd dat er een segment wordt ontwikkeld om starters aan te trekken in Hardenberg en Delinswaard. Zorgt het er niet voor dat de starters uit de stedelijke gebieden vertrekken naar de dorpen waar wel gezinswoningen beschikbaar zijn? Wij vinden het verkleinen van bestaande gezinswoningen risicovol gezien de grote vraag in de sociale huursector in het stedelijk gebied in onze gemeente. Helder, vraag over de verplaatsing eventueel naar de kleine kernen. Dan blijft over de heer Stelpstra met wellicht een nieuwe vraag, in ieder geval van zijn zijde.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil even ingaan op de sociale huren, als het kan, voorzitter. Er wordt gesproken dat we tot 300 woningen moeten gaan toevoegen tot 2025. En we maken plannen voor een kleine 150. Laat ik zo zeggen, het verbaast mij een beetje dat hier zo weinig druk op wordt gezet. En ik weet niet hoe het college er tegenaan ziet, maar wij kennen in onze gemeenschap toch wel wachtlijsten, dat soort zaken. En ik ben gewoon even benieuwd van de stappen die nu genomen worden, gaan die afdoende zijn? Het is een derde van de sector en daarvan is 25% in handen van de woningbouw. En ik kan er niet helemaal plaatsen als ik zo die visie kijk. En dat is ook wellicht het gemis aan de demografische gegevens die eronder liggen. Of wij als gemeente genoeg stappen gaan zetten op het gebied van sociale woningbouw. Ander detail bijvoorbeeld, als je in Bergentheim vraagt of ze daar genoeg huurwoningen hebben, dan zullen ze zeggen nee. Als ik kijk naar het actieplan, dan zie ik niet. Maar goed, ik wil niet naar die details gaan. En met een beantwoording is in ieder geval net al wel gesteld dat de wachtlijst 1,5 jaar is en dat dat gezien wordt als een gezonde druk. Maar uw vraag gaat echt over de aantallen of dat voldoende is om de balans in die wachtlijst te houden zoals die nu is. Ja, kijk, als je dan het stuk leest, dan staat er mogelijk dat. Er zijn heel veel terughoudende woorden die worden gebruikt in dat stuk waar toch in mijn optiek veel risico's achter zitten voor deze sector. Verduidelijking nodig. Hartstikke goed. Ik kijk naar de portefeuillehouder voor de beantwoording van eigenlijk drie vragen die een beetje zijn blijven liggen met een verduidelijking daarop en een nieuwe vraag van de heer Stelpstra. Ik stel voor, voorzitter, dat ook vanwege de tijd dat ik alle vier even zelf beantwoord. Te beginnen bij de vraag van mevrouw Mensink. Is de gemeente van plan om met een campagne eigenlijk te komen? Goede vraag, goede suggestie ook. Misschien ook wel leuk om die mee te nemen als we straks komen tot de omgevingsvisie. Wat gaan we daar vermelden over het wonen in Hardenberg? Hè? We hebben gezegd, dit moet ook een mooie bouwsteen zijn om straks mee te nemen. Misschien is dat een goede om naar te kijken. Als het gaat om verder de segmenten. We hebben al gezegd, we willen met jongeren in gesprek om te kijken wat kunnen we voor hen doen. Maar ook voor ouderen. Onlangs hebben we hier de bijeenkomst gehad. Lang zult u wonen bijvoorbeeld, waarin je probeert die mensen mee te nemen. Te kijken wat is er allemaal mogelijk. Dus in die zin onderstreep ik wel uw aandachtspunt wat dat betreft. Het parkeren was inderdaad nog blijven liggen. Het is zo dat bij het bouwen van woningen ook appartementen gewoon aan de norm moet worden voldaan. De CROW-normen. En dat betekent dat bijvoorbeeld meneer parkeren in de omgeving niet kan. Dat er dan moet worden gekeken, kun je parkeren op de eigen kavel oplossen of niet. Dus daarin moet gewoon voldaan worden. Dan de vraag van de heer Jager, die ging over starters. Ben je niet bang dat starters dan naar één gezinswoningen in omliggende dorpen gaan? Maar het probleem wat ik juist heel veel signaleer, is dat veel starters in onze gemeente eigenlijk geen goede starterswoning kunnen vinden. Dus daarom zeggen we, we moeten juist voor die starter, voor die categorie die het eigenlijk nog niet aan kan om die één gezinswoning te kopen, daar moeten we iets voor realiseren. En tot slot de vraag, maar ook de opmerking eigenlijk van de heer Stelpstra over sociale huur. Toevoeging van 300 is in mijn ogen best wel fors, maar u vraagt eigenlijk vooral, hoe ga je daar nou op toezien dat dat ook gebeurt en wat heb je daarvoor in handen? Wat Bert net ook al aangaf, de heer Van Land, zou ik zeggen, de woningwet, daarin kun je ook wat afdwingen, maar veel belangrijker denk ik nog de prestatieafspraken die we hebben met de corporatie, om daar gewoon heel concreet af te spreken wat er ontwikkeld gaat worden. En we zijn ook blijvend daarover met de corporatie in gesprek. Even nog een voorbeeld hebben, bijvoorbeeld in Balkbrug, wat me zo even te binnen schiet, sluis 5. Ook daar kennen we de behoefte, ook vanuit het dorp zelf. Kom op, laten we ook voor die starters hier iets doen. Sociale huur ook voor starters. Ik zie het ook als mijn taak om daar op te blijven drukken. Ja, voorzitter. Kijk, het zijn hele grote uitdagingen die we op dat gebied hebben. En zelf voorzie ik van een beetje drukken is niet genoeg. Er zullen echt grote stappen gezet moeten worden om voldoende woningen te gaan realiseren. En als ik dan uw beantwoording beluister, natuurlijk, u bent de bestuurder van deze gemeente. En ik lees hier in het stuk, maar er zitten heel veel, terughoudendheid wordt er in acht genomen.
En dat baart mij gewoon zorgen. Dat baart ons als ChristenUnie zorgen. Kunnen wij voldoende sociale woningbouw realiseren voor toekomstige jaren? Hè? En daar zien we echt een hele... Nee, ik begrijp uw oproep, voorzitter. Maar in de agenda wordt ook al een vertaalslag gemaakt. Echt concrete plannen en acties. En die zullen we ook blijven benadrukken. Ja, als bestuurder vind ik het lastig om andere termen te gebruiken. Om nou de corporatie mes op de keel te zetten, zullen we maar zeggen. Dat zijn niet de termen die hier van toepassing zijn. Alleen, u mag ervan uitgaan dat er absoluut van onze actie wordt gericht om dit te realiseren. En dan had ik nog een technische opmerking gemaakt over Bergentheim, die ik niet verder niet zag terug. Nee, dat klopt. Ik dacht dat u niet van mij verlangde om daarop te reageren. Maar ik weet toevallig dat vanuit Bergentheim ook de wens is om meer appartementen ook voor senioren, zeg maar, in de kern te hebben. Dus ik weet niet of die per se ook in de categorie sociale huur valt, maar de wens is bekend en wordt ook hard aan gewerkt. Voorzitter? Goed. Dank u wel, meneer Breukman. Ik hoor nog een vraag van de heer Gelling. Dus ja, nou, die vraag had ik gesteld aan de meneer Van Kompanen. Dat was de vraag die bij de wethouder zou moeten komen te liggen. Of de plannen zoals die hier gepresenteerd worden, hoe die zich verhouden tot de huidige grondposities. En of daar nog een actief beleid voor nodig is of niet. Heer Breukman. Nee, daarbij is het zo dat in de harde plancapaciteit al een heel aantal zitten. En we zullen eerst gebruik maken van de eigen grondposities die we wat dat betreft hebben. Goed, dank u wel. Ik ga ervan uit dat daarmee alle vragen zijn beantwoord binnen deze termijn. Uitstekend. Dan rest mij de vraag of dit als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raad kan. Ik voel hem al aankomen. Bespreekstuk voor de volgende raadsvergadering. Een bespreekstuk. Dank u wel. Dan zijn we aangekomen bij de rondvraag. Heeft iemand iets voor de rondvraag? De heer Stelpstra maakt wat schijnsens. Gebaren. Het zou toch mooi zijn om u nog even het woord te geven, maar u heeft echt niks. Uw haar zit goed. Uitstekend. Dan zie ik dat we rond zijn. Beste mensen, dan zijn we aangekomen bij de sluiting van deze vergadering. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor jullie bijdrage. Ik wil ook beide heren van het ambtelijke apparaat en Kompanen bedanken voor hun bijdrage. En de heer Breukelman voor het initiatief om dat op deze wijze de beantwoording te doen. Volgens mij... een leuke suggestie en eens kijken of we daar een volgende keer verder mee kunnen. En wellicht dat we in de agenda met de commissie dat ook nog even terug laten komen. Dank daarvoor. Mensen, fijne avond en tot de volgende ronde.